Ja, lieve vrienden, ik ben nog niet eerder toegekomen aan te vloggen. Vanochtend had ik al bezoek van mijn persoonlijke begeleider, Jack genaamd. Ik ga straks, net zoals ieder ander Nederlander en wie dan ook, te stemmen. Ik ben ook druk bezig voor mijn buurtpreventie. Ik heb er net folders ingevuld met mijn naam erop en mijn telefoonnummer van mijn 06, want mijn huisnummer krijgen ze lekker niet. Zodat ze mij kunnen bereiken. Ik ga die folders hier en daar door een brievenbus dumpen waar ik bij kan komen. En hopen om leden te werven. En dan nodig ik ze uit, desnoods. En vergaderingen, weet je. Ik wil dat er meer wordt gedaan. En dat we dat gekloot tegen kunnen houden. Zoals moord. Moord. Dat durf ik 1, 2, 3 niet. Maar ik bedoel akkefietjes, wat niet door de beugel kan. Dat proberen toch dan op die manier tegen te houden. Want alleen ga je er niet op uit. Met meerdere ga je er op uit. En zien is gelijk politie bellen, weet je. Dan is het 112 komen. Ja, of mijn maatje, ik heb nou een maatje. Althans, dat is ook een agent, dat is de wijkagent. En die zijn nummer heb ik ook. Dus ja, kom op, dan komt het allemaal wel goed hoor. En ik weet hoe die heet. Dus ik heb het zomaar ingetypt en ik bel hem en daar is het aan de hand. Wat moeten we doen? Ja toch, dat komt allemaal goed. Karen die helpt mij ook op afstand mee. En ze heeft dus ook voor mij de groep opgericht op Facebook. Dus ook dat komt allemaal goed. Dus ja, wil je erbij komen? Zoek mij dan even op Facebook of Karen. Kan ook, maar ja, de groep is eigenlijk voor mij, want het is Den Helder en zij woont in Den Haag. Dus ja, zoek me op en vraag meer als je hier in Den Helder mocht wonen. Ja, de vragen wordt me wijs. Ja toch? Het is hier grijs, het is, de lucht is heel erg scherp. Maar daar kan ik ook niks aan doen. Ik doe straks toch mijn zonnebril op. Mijn bril kleurt wel mee, zoals jullie kunnen zien. Maar het is toch met de zonnebril op is het wat nog beter. Voor de ogen, het is echt scherp. Maar oké, lieve vrienden, ik neem de GoPro mee, want ik doe gelijk even een rondje. Ja, eventjes een rondje van de zaak. En dan komt het allemaal weer goed. Ik zou zeggen, tot later. En, welkom nog bij een gloednieuwe vlog. Ik zou het bijna vergeten van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag woensdag 20 maart. En we leven nu op dit moment om 13 uur. Dus precies 1 uur. Dus, ja, geniet van alles wat jullie doen gaan. En tot later. Doei, doei.